Kunst kijken en kunst winnen, dat kon tijdens de open atelierroute Gemers die met de Pinksteren werd gehouden. Op eerste en tweede Pinksterdag exposeerden 35 kunstenaars hun werk op 3 plaatsen in Gemert. De exposities waren gratis te bezoeken op beide dagen. Zoals je ziet is het weer heel gezellig hier bij de Nazareth Kunstenaars. Elk jaar organiseren wij hier 2 open dagen die heel succesvol worden bezocht. Het is kunst en muziek, dus een heel breed cultureel gebeuren. En dit jaar organiseren we het weer samen met de atelierroute. Wij zijn hier bij de Nazareth. Kunstenaars laten binnen in hun ateliers hun mooie werken zien, hun laatste werken zien die ze het afgelopen jaar hebben gemaakt. Iedereen geniet ervan. Wat ons betreft is het nu al gelukt. En in atelier Nazareth waren dat Henny Barthe, Annie van Bokhoven, Annette Bouw, Johan Klaassen, Huub Klerks, Mariette van der Ven, Ben van der Kruis, Karel Retera en Frans van der Ven met gastkunstenaars Doreen Melis, Leen van der Mortel, Jan Wils en Matanja Jan Bradley. Bij atelier Nazareth was ook werk te zien van Weile Maria van der Broek. De vorig jaar overleden mevrouw van der Broek was lange tijd een van de kunstenaars van atelier Nazareth. Vriendinnen van haar maakten een selectie uit haar tekeningen en collages die tijdens de Pinksterdagen werden geëxposeerd. In de Marichessé-kazerne exposeerden Maria de Kemp, Maria Poels, Toos Vos en Maria Wers. De exposanten tijdens de open atelierroute Gemert waren in het kasteel Melanie Aldenhuizen-Hermans, Alfons Arts, Jacobine Bekkers, Anne Broskowski, Adrie van Daal, Francine van Dijk, Henk van Eck, Neil van Eupen, Mark van der Heijden, Thijs van Kimbenade, Helmi Maas, Martin Mertens, Janine Mikkers, Karen Snijders, Erik Streder, Dini Timmers, Maria van der Velde en de foto-expressiegroep Gemert. Ja, en wij mogen hier dus deze 2 dagen die 18 kunstenaars tonen. En dat hebben we te danken aan de paters die zo bereidwillig zijn en hun kasteel daarvoor openstellen. En we zijn ook Bas van der Laar ontzettend dankbaar dat hij hier ook aan heeft willen meewerken. En dat geeft ook een beetje hoop op hoe het kasteel er op termijn uit zou kunnen komen te zien. Met kunst en met een heleboel andere dingen. 18 kunstenaars staan hier in het kasteel hun werk te exposeren en vertellen aan deelnemers en aan mensen die hier komen kijken over hun werk. En dat is het allermooiste van deze route. We hebben ook mooi weer, dat is ook heel prettig. Maar het mooiste is toch het contact tussen kunstenaars en bezoekers. En we zien dat iedereen daar heel erg veel plezier aan heeft. Ja, dit is bijvoorbeeld het werk van Maria van der Velde. En Maria werkt altijd met paarden. Ze zegt zelf, ik weet eigenlijk niet waarom, maar ze vindt het fantastisch mooi. En wij vinden het heel erg mooi om naar te kijken. Dus we zijn heel blij dat Maria opnieuw meedoet met deze expositie van de Open Atelierroute. En dit is het werk van Melanie Hermans. En Melanie die houdt ontzettend van kleur. En dat kun je ook zien. Het is vol met kleur. Allerlei vrolijke, warme kleuren. En ja, Melanie is daar gewoon heel erg goed in. En dat vinden de mensen die haar werk bekijken ook. En hier hebben we het werk van Martin Mertens. Martin Mertens is een fijn schilder. Dat betekent dat hij objecten schildert in hun rust, in hun stilte. En dat doet hij met zoveel precisie dat het prachtig mooi resultaat is. Dat vinden mensen ook heel mooi om naar te kijken. Je moet maar eens zien hoe bijvoorbeeld het licht op een fles en op een plank valt. Dat is echt erg de moeite waard. Ja, een nieuwe deelnemer dit keer is Jacobine Bekkers. En zij maakt prachtig mooie hoeden. Zo bijzonder van vorm, zo uitgebalanceerd in de verhouding, dat ik denk dat alle vrouwen die volgend jaar weer bij de nieuwe Staten-Generaal komen, maar eens een hoedje bij Jacobine moeten kopen.